Hartelijk goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Dat is het dagelijkse programma waarin wij u dus informatie, inzichten en natuurlijk de updates brengen over deze COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft. Suriname is deel van de wereld, dus wij merken alle effecten van deze pandemie. In Suriname zijn we gelukkig blijven steken op 10 bevestigde gevallen. 1 persoon is jammer genoeg overleden. Maar het mooie is dat nu 6 personen genezen zijn verklaard. En dat betekent dat er nog 3 mensen in isolatie zitten. Laten we hopen dat ze heel snel herstellen. En dat we het aantal genezen personen kunnen brengen tot 9. Waarmee dan iedereen genezen verklaard is. In dit programma hebben we dagelijks een gast. En de gast van vandaag is een hele bekende voor ons. Dat is niemand anders dan de directeur van Telesuur, de heer Mike Antonius. Mike, van harte welkom. We belichten in het programma zeg maar, de pandemie vanuit de inzichten van onze gast. Maar we beginnen eerst met een beetje persoonlijke vraag. 13 maart is een hele cruciale datum geweest voor Suriname. Op 13 maart hebben we het eerste bevestigde geval gehad hier in Suriname. We zijn nu iets langer dan een maand verder dan die 13 maart. En er is zoveel gebeurd. Dan niet als directeur, maar als persoon Mike Antonius. Hoe heeft u die periode ervaren zeg maar, vanaf 13 maart toen het in het stroomversnelling kwam tot de dag van vandaag? Oh, in de eerste plaats Marciano bedankt. Bedankt voor deze gelegenheid. Stel het zeer op prijs. Inderdaad, vanaf 13 maart is een heleboel in een stroomversnelling gegaan. Maar eigenlijk voor ons, voor mij als persoon begon het eerder. Ik was kort daarvoor in Europa. Ik heb het een en ander gezien en daardoor heb ik met mijn directieleden het een en ander afgestemd van een aantal zaken die we versneld zouden moeten uitvoeren. Die maatregelen hadden we al getroffen voor 13 maart. We waren al begonnen om zeg maar, een deel van de medewerkers richting van huis uit te laten werken. Dus wat er allemaal vanaf 13 maart gebeurde, waren we eigenlijk al een beetje op voorbereid. Maar ja, het overvalt je hoe dan ook, want wanneer je de eerste bevestiging hier hebt, dat betekent dat de mate zeg maar, van seriousness met factor 100 in feite aan het stijgen is. We hebben de maatregelen vanaf 13 maart alleen maar verscherpt. We zijn overgegaan tot zeg maar, ook aangepaste tijden van werken, zeker als het om de filialen gaat. En voor mij persoonlijk is het ook een enorme challenge, omdat ik graag iemand ben die van sporten houdt. Ik ben ook iemand die na sporten de bekende derde helft ook graag aan meedoet. Maar dit is nu allemaal aangepast. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ik vind het toch interessant dat u zegt dat u kort voor die 13 maart in Europa was. En wij zitten hier, we kennen onze situatie. Als we naar televisiebeelden kijken, dan zie je zoveel over Europa. Hoe was de sfeer toen, kort voor 13 maart? In verband met deze pandemie? Nou, in Europa dus? In Europa. Nou, om precies te zijn, ik was eerst in Madrid. Ik was gaan kijken naar El Clasico en het was mijn eerste keer. Maar ik ben wel vaker naar voetbal gaan kijken. En het feit alleen dat je met een mondkapje naar een voetbalwedstrijd moet kijken, is al abnormaal. Het was de beginfase van COVID in Spanje. Er waren nog niet zoveel gevallen. En in principe ging ik net op tijd weg, want de rest van die week, geen begin van die week weg, 2 maart of zo vertrok ik en die week werd het ineens explosief. Dus de angst, de fear die er was, heb ik net niet meegemaakt. Maar om wel te zien van in eerste instantie hoe vol de straten waren, tot later de beelden die ik gezien heb, maar hoe leeg, dat is toch wel een totaal ander beeld. In Europa, in Nederland althans, was het ook in een beginfase. Maar je merkte wel in eerste instantie dat de maatregelen die men trof, die waren niet zulke drastische maatregelen. Zoals wij het bijvoorbeeld hier in Suriname hebben aangepakt, het was een no-nonsense policy. Direct airport sluiten, grenzen sluiten. En dat maakt dan ook dat wij hier minder geïnfecteerde personen hebben. Die maatregelen heeft men veel later genomen in Europa. Mm-hmm. En dat resultaat zien ze nu ook. Dat resultaat. Terugkomen naar Suriname. U bent CEO van een vrij groot bedrijf met verschillende afdelingen, verschillende werkzaamheden. Ik denk dat voor veel afdelingen je misschien wel algemene regels hebt, voor andere specifieke, maar in het algemeen, wat waren de belangrijkste maatregelen die Telesuur getroffen heeft om in elk geval de medewerkers en de klanten te beschermen?
Nou, laat me zo beginnen. Het is toch wel een vrij groot dilemma voor ons hoor. Want nog ruim voordat het hele gebeuren van COVID plaatsvond, ook in Suriname, hoorde ik al zorgverleners roepen, ook in het buitenland. Als je griep hebt, ga niet naar de dokter, maar bel. Wel, alleen die uitspraak heeft een zodanige lading dat eigenlijk het voor ons een missie is. Ga niet naar de dokter, maar bel. Lijkt simpel. Maar dat betekent die telefoon moet altijd werken. Dus op basis daarvan hebben wij ook onze werkzaamheden aangepast. En wij hebben gezegd van, hey, weet je, we gaan nu even de focus zetten op maintenance. Maintenance en als er service interruptie is, moeten we sneller recoveren. We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat we niet de aanleiding geven dat mensen niet naar de dokter kunnen bellen. Dus we hebben daar een verscherpte focus op. We hebben met name ook ervoor gezorgd dat we een netwerkvries hebben ingelast. Dus we doen even geen nieuwe dingen, zodat in ieder geval de communicatievoorziening zodanig is dat hij gegarandeerd blijft en mocht er interrupties zijn, dat we sneller recoveren. Natuurlijk, bij het recoveren kan het ook wel inhouden dat je aan huis moet gaan bij een klant. We hebben daar een protocol bij afgesproken. Afgesproken dat we eerst bellen, want we zorgen ervoor in eerste instantie onze medewerkers moeten veilig zijn. Om op lang termijn aan die missie te kunnen voldoen, moeten we absoluut daar geen grappen maken. Want vallen mensen uit, worden ze ziek, kunnen we dan die service ook moeilijker garanderen. Dus we hebben een protocol afgesproken, we bellen eerst. Waarbij er een aantal vragen gesteld worden. En een van de vragen is, is er iemand thuis die griep heeft? Indien ja, kan die afgezonderd worden en dat we daar hele strikte afspraken over maken. Ook als het gaat om sommige locaties, zoals luchthavens of ziekenhuizen, daar vindt er heel goed overleg in plaats. Dat is in het protocol opgenomen, zodat onze medewerkers in ieder geval in een veilige omgeving die werkzaamheden kunnen verrichten, waardoor de service sneller op kan komen. Oké, en dan aan de andere kant moet je ook klanten beschermen. Ik ben wel eens naar telezuurcentra geweest en ik heb gezien dat er duidelijke protocollen zijn, zeker wat betreft social distancing en wat betreft handhygiëne. Hoe hebben klanten gereageerd op die maatregelen? Nou, deze maatregelen hadden we ook al getroffen voor 13 maart. Dat is een deel van de maatregelen die bij het verzuim net te noemen was al voor 13 maart geïntroduceerd. En de klanten waren in eerste instantie een beetje verrast, maar toch wel positief. Ik heb van sommige mensen met wie ik in appgroepen zit hele positieve comments gekregen over de gehanteerde protocollen als het gaat om ook het beschermen van klanten, waarbij we met sanitizer de klanten vanuit door middel van de security officers die aanwezig zijn, dat we de klant te woord staan en de klant dat moeten uitleggen. Op onze werklocatie zijn we daarnaast ook verder gegaan door hele duidelijke aanwijzingen te geven over social distancing, afspraken te maken met de guards zo om de klant op een bepaalde manier de shops in te begeleiden. En heeft dit alles, zeker de maatregelen, is het van invloed geweest op het verloop, de vlotheid van de dienstverlening? Nou, deels heeft het natuurlijk wel invloed gehad. Het gaat, in het begin is het even wennen, maar op den duur merk ik dat mijn team het wel steeds onder controle heeft. We hebben helaas een minder positief geval gehad en dat heeft erg veel invloed gehad op de serviceverlening. Daarom doe ik ook een beroep op de mensen, volg de instructies van de autoriteiten en als je in quarantaine bent, hou je eraan. Breng jezelf, maar ook je medemens niet in gevaar. Er is een geval geweest van iemand die zich daar niet aan heeft gehouden, een shop van ons, Telesuur Noord, bezocht heeft, een filiaal van ons bezocht heeft. En toen wij dat op den duur vernomen hadden wat er gebeurd was, waren we ertoe genoodzaakt het filiaal te sluiten voor zeker 4 dagen. Het betekent inkomstenverlies voor ons natuurlijk. Maar omdat de veiligheid van onze medewerkers, maar ook klanten belangrijk is, hebben we dat maar voor lief genomen. We hebben de shop totaal gereinigd, toch? Door middel van professionele hulp die we van Killet gehad hebben. En op den duur hebben we de shop weer kunnen, het filiaal althans, weer kunnen openen. U heeft daarnet gesproken over bellen. Mensen moeten altijd kunnen bellen, want dat is aangegeven, is een van de maatregelen. Niet op bezoek gaan, begin te bellen. Ja.
mensen moeten nu thuis blijven. Dat is in principe op dit moment de allerbelangrijkste maatregel. Even na een nexus-castratie, blijf thuis. Klopt. Dat heeft tot gevolg dat social media bestormd wordt, dat internet zwaar belast wordt. Kan Telesuur die belasting aan? Nou, die belasting kunnen we zeker aan. We hebben in de afgelopen tijden voldoende geïnvesteerd. We merken en we zien ook wel dat er een toename is van internetgebruik in Suriname. Laat me erbij vermelden dat een aantal van de services waar mensen gebruik van maken, waaronder YouTube, Google, maar ook Facebook en Netflix, dat zijn services die we ook van in Suriname hosten. Dus we doen het. We hebben hier een aantal servers geplaatst, waardoor zeg maar de internationale capaciteit daarvoor niet continu aangesproken hoeft te worden. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling. Het is niet iets van nu, het is iets dat er al jaren is. Maar daarnaast, los daarvan, we zien een toename in gebruik. Maar Telesuur kan zeg maar zeker in deze fase, in deze crisis, de dienstverlening wel garanderen? Absoluut kunnen we dat garanderen. Oké, mooi. Belangrijk voor de klanten is natuurlijk, kijk, mensen die stappen niet zo makkelijk naar plekken waar ze in lange rijen moeten staan, waar ze voor kassas moeten gaan staan. Betekent dat ze soms misschien een beetje sceptisch zijn om hun rekeningen te gaan betalen. Ja. En ze zeggen van liever niet, even aanhouden. Heeft Telesuur daarop ingespeeld? Nou, wij zijn erop aan het inspelen in de zin van, laat me zo beginnen. Kijk, inderdaad, dat stukje van rekeningen betalen, we moeten inderdaad met de nodige zorgvuldigheid daarmee omgaan. Maar aan de andere kant is het ook wel zo dat men niet sceptisch is om de supermarkt in te gaan. Dus ik breng hem wel even een beetje eerst in perspectief. Ten aanzien van de rekeningen zijn wij zelf ook bezig met een aantal toepassingen om het voor mensen te vergemakkelijken. We werken eraan dat de rekeningen online betaald kunnen worden. We participeren zelf in een online payment applicatie, Uni5Pay, en we hebben een aantal maatregelen daar getroffen om versneld online betalingen mogelijk te maken door middel van deze applicatie. Vervolgens wat wij ook aan het doen zijn, is deze applicatie promoten. Dat mensen nu al beginnen te downloaden, installeren, registreren. En natuurlijk de doos ervan zoveel als mogelijk van over geïnformeerd worden. Want binnenkort zullen wij online betalen mogelijk maken voor de rekeningen. Maar niet alleen de rekeningen, we werken er ook naartoe dat mensen beltegoed online kunnen kopen, waardoor je niet uit huis hoeft te gaan. Want wat zich bijvoorbeeld de laatste tijd ook al veelal voordoet, is dat sommige winkels vaker gesloten zijn. Of eerder sluiten, de tijden van opening zijn aangepast, sommige zijn zelfs permanent gesloten, waardoor niet een ieder zijn beltegoed kan verkrijgen. Wel, om hierop in te spelen, gaan wij binnenkort online beltegoed mogelijk maken. Voldoende mogelijkheden, dus dat mensen hun Telesuurzaken wel doen. Precies. En nu, meneer Antonius, een hele delicate kwestie is de kwestie van 5G. Ja. In het buitenland, in Engeland met name, zijn mensen zelfs ertoe overgaan om 5G-masten te verbranden, omdat ze van mening zijn, of dat iemand ze heeft ingefluisterd, dat 5G een heleboel te maken heeft met zeg maar, het fenomeen COVID-19. En er is een apart programma waar u daarop zal ingaan, in gesprek met. Maar voor onze COVID-19-update luisteraars en kijkers willen we toch wel een reactie hebben over uw mening met betrekking tot dat van 5G in relatie tot COVID-19. Ik ga daar natuurlijk heel graag op in. In eerste instantie heeft de WHO zelf aangegeven dat er geen relatie is. Dat is de World Health Organization. De World Health Organization hanteert ook policies die gevolgd moeten worden door alle telecomleveranciers en operators. Alle infrastructuur, alle telecommunicatie, die moet aan die policies van de WHO voldoen. En omdat wij aan de policies voldoen, kan ik daarmee aangeven, vooral wanneer de WHO het ontkracht, dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Desalniettemin moeten we het heel serieus nemen. Vooral in deze periode moeten wij heel voorzichtig zijn met informatie die we verspreiden. We moeten ervoor zorgen dat met z'n allen
we geen chaos gaan creëren. Want met maar even zo te zeggen, in Nederland bijvoorbeeld zijn er nog niet echt 5G-masten. Er zijn wat testen die verricht worden. In Amerika is er geen 5G, maar kijk hoeveel corona-geïnfecteerden er zijn in Amerika. Maar er is nog geen 5G daar. Dus die relatie is er niet. En ik wil met klem benadrukken dat de World Health Organization, dat die een bepaalde policy heeft waar wij ons aan moeten houden. Enig idee waar deze geruchten vandaan komen? Nou, in eerste instantie denk ik dat het gaat om toch wel een geopolitiek vraagstuk. Want de geruchten die waren er al ruim voor coronavirus. Waarbij het in principe om een machtsspel gaat tussen Amerika en China. Wie in principe, en als je het mij vraagt, komt het erop neer wie aan wie patent moet betalen. En dat is een enorm groot economisch vraagstuk. Wel geen leuke manier om dat te fighten, maar goed. Ja. Terug naar uzelf. Iedereen kent u als, behalve als directeur van Telesur, ook als een vervente sportman. Voetbal, zaalvoetbal, de laatste tijd ook nog op de weg met rennen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk buitenshuis doet. Klopt. Hoe blijft u fit? Wel, hoe ik fit blijf is een grote uitdaging. Maar ik ga absoluut niet voetballen. Niet zaalvoetballen, maar ik zorg er wel voor dat ik ga rennen. Rennen of powerwalking, in die combinatie zorg ik ervoor dat ik wel fit ben. Het is belangrijk om die bezigheid te hebben, zodat je in ieder geval gezond blijft. Maar dat is het algemeen, altijd al. Maar juist wanneer er weinig te doen is, denk ik dat het een goed moment is om beter voor onszelf te gaan zorgen. En een van de belangrijke dingen is thuisblijven. U bent echtgenoot, u bent vader. Hoe lukt het in het gezin? Wel, heel erg uitdagend, want mijn gezin die kan natuurlijk gaat niet uit huis. Dus ik ga nog werken. En als ik van het werk terugkom, dan is het natuurlijk aandacht schenken aan het gezin, aan de familie. Zo af en toe vindt mijn dochter het nodig om wel met mij te gaan rennen. Maar other than that zijn ze bezig veelal of met hun elektronica devices of we proberen ze nog bezig te houden met schoolwerk. Ik zeg niet dat ons echt lukt, want de verleiding van andere bezigheden is nogal groot. Ja, klopt. En dan voordat we afsluiten, terug naar de functie van CEO van Telesur. Niemand weet nog hoe lang deze crisis duurt. En toch, regeerders vooruitzien, moet Telesur, de directie, een plan hebben. Hoe kijkt Telesur vooruit? En dan tegen de achtergrond van, we weten niet hoe lang deze crisis duurt. Nou, inderdaad, we hebben geen glazen bol. We weten niet hoe lang dit zal duren. Maar wij werken wel met een worst case scenario. En in ons worst-case scenario verwachten wij in ieder geval dat het dit hele jaar door zal gaan duren. In onze worst-case scenario hebben we ook al gekeken naar onze begrotingen. Wat gaan wij wel kunnen realiseren en wat niet. Zeker daar met deze situatie een aantal investeringen on hold zijn. En wij de focus hebben op maintenance. Dus op basis daarvan worden onze begrotingen aangepast. Hetgeen dat ook zal betekenen dat de verdiencapaciteit mogelijk het invloed op zal hebben. Maar wij passen dat allemaal aan zodat we een goede balancing hebben van onze expenses. En dat we, zeg maar, zoals goed ondernemerschap het vereist, dat wij niet meer gaan uitgeven dan wij ontvangen. En het ook op een zodanige manier blijven doen dat we 1 arbeidsplaatsen kunnen garanderen, maar ook de serviceverlening op een zodanige manier in stand kunnen houden dat social distancing natuurlijk in acht genomen kan worden, dat bellen naar de dokter, dat absoluut een mogelijk blijft. Ik moet eraan toevoegen dat het bellen naar de hulplijnen 178 en 019 in een samenwerking met Webhelp, wij ervoor hebben gezorgd dat die hulplijnen naar een next level zijn opgevoerd. En daardoor, zeg maar, het stukken beter is voor de samenleving om ze te bereiken en van de juiste info te voorzien. Prima, daar zijn voldoende, zeg maar, lifelines tussen voor werknemers, ja, en voor de klanten. Natuurlijk. Nou, directeur Antonius, bedankt voor uw bijdrage in ons programma. Ik denk dat mensen er heel veel van hebben opgestoken en ik zou zeggen, be safe. Thank you.
Dat was TeleSUR-directeur Mike Antonius. En twee hele belangrijke zaken. De dienstverlening is gegarandeerd tot nog toe. En arbeidsplaatsen zijn gegarandeerd tot nog toe. En dat praten we dus over tot en met eind van het jaar. En dat is nog een hele tijd. Ik eindig nooit zonder te zeggen wat heel belangrijk is. Dat betekent ten eerste social distancing. Behouden afstand van 2 meter als je in groepen bent. Groepen niet groter dan 10 personen. Volg de hygiënemaatregelen op. Handen wassen zo vaak mogelijk. En we blijven het zeggen. Vina nexesu castrati tana osso. Dat was het wat betreft deze aflevering van ATV COVID-19 Update. En voor de volgende aflevering graag tot morgen.